De Olympische Spelen in Parijs is in volle gang. En ook hier is de woke-beweging zeer aanwezig. Het avondmaal werd belachelijk gemaakt tijdens de openingsceremonie. In het vrouwenboksen staat een man in de finale. En dat is tijd om de mening te peilen op straat. En we spreken met vrouwenrechtenactiviste Caroline Fransen. We hebben gezien dat een biologische man vrouwen in elkaar slaat op de televisie voor het oog van iedereen. En dat wij dan worden geacht om te doen alsof het een vrouw is. Ja, wat vond u van de bokswedstrijd met een biologische man die een vrouw helemaal in elkaar timmert? Ik vind dat wel heftig. En ik vind het zielig voor die vrouw, want die heeft daar ook 4 jaar haar stinkende best voor gedaan om in zo'n ring terecht te komen. En als je dan een tegenstander krijgt die veel en veel sterker is, ja, dan is dat wel een beetje verdrietig natuurlijk. Ik vind het onnatuurlijk ook. Onnatuurlijk, hoezo? Nou ja, een man met een vrouw boksen. Ik vind het wel heel apart. Onze lijven zijn anders gemaakt omdat we biologisch een andere functie hebben. En mannen hebben veel meer spierkracht, een grotere hart-longcapaciteit. Ze hebben een ander bekken en ze hebben dus ook veel meer stootkracht. De man is heel anders dan de vrouw. Hey, en ik vind toen hij die eerste klap uitdeelde, jongen, je zou hem toch een hengst teruggeven. Hey? Maar dat kon ze niet. Nee, dat kon ze niet. Nee. Hey, ze was er niet tegen opgewassen. Het Olympisch Comité heeft ruim 10 jaar geleden het testen op vrouw of man voor de vrouwensport afgeschaft. En ze vinden het genoeg dat een man vee in zijn paspoort heeft staan. En je ziet ook dat in de kranten nooit geschreven wordt over de vrouwen die door die mannen in elkaar geslagen zijn. Het is gewoon een constante indoctrinatie en gaslighting eigenlijk. Like en volg ons. En abonneer je ook even op ons YouTube-kanaal.